Daar zijn we dan weer. Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Ja, we zijn in Zwolgen beland, want hier speelde NEC een oefenwedstrijd tegen Standard Luik. Het is de tweede oefenwedstrijd voor NEC en eigenlijk ook de eerste serieuze, om zo maar eens te zeggen. Hè. Standard Luik toch wel een club van kaliber, dus ja, fijn om daar eens tegen te oefenen. En dat gebeurde dan ook en het werd 1-2 voor Standard Luik. Trainer Rogier Meijer, ja, hoe kijk je dan terug op deze wedstrijd? Wat zijn de conclusies? Verschillende. Hè. Dat we denk ik fysiek wel weer een goede stap gemaakt hebben afgelopen week. Deze tegenstander is al iets langer aan de gang, heeft iets meer wedstrijden gespeeld. Maar daar hebben we ons denk ik goed verweerd. Twee helften gespeeld, twee elftallen. Nou, daarin zie je met name dat we achterin natuurlijk wel aan het puzzelen zijn om op sterkte te blijven. Nou, dat wist wel, had ik deze wedstrijd niet voor nodig, maar het is wel goed om te zien. En uiteindelijk zie je dat we denk ik wel een stapje gemaakt hebben weer als elftal. Alleen het is nog niet vast. Nee, ja, je zegt, je benoemt al achterin. Hè? Je zit echt denk ik met smart te wachten dat daar versterking komt. Nee, natuurlijk is dat lastig. Maar in deze fase van de voorbereiding mag dat nog. Hè? Want uiteindelijk ben je ook bezig met de algehele fitheid van de groep. Maar uiteindelijk wil je, als je twee weken verder bent, wil je wel meer naar vastigheid. Dus dat weten we. Alleen we moeten goede keuzes maken en niet alleen snelle keuzes. Nee, maar wat ik hier zeg, over twee weken wil je daar toch wel duidelijkheid dan over hebben. Ja, zeker. Ik bedoel, uiteindelijk wil je... Moet gewoon... ook wel, hè, met de competitie wie nee, erna... Ja, bedoel ik. En dat is ook duidelijk dat we daar een stap moeten maken, hè, centraal achterin. Waar we op dit moment maar één fitte speler hebben, dus daar moet wat bij. Hij stond afgelopen week weer voor het eerst op het trainingsveld en vandaag ook een wedstrijdje. Eigenlijk de international, Kelvin Verdonk, want hij speelde met Indonesië een aantal wedstrijden. Ja, hoe was dat? Het ging goed. Ik kwam daar om mee te trainen en de bedoeling was natuurlijk om wedstrijden te spelen. Uiteindelijk één wedstrijd gespeeld tegen Filipijnen en 2-0 gewonnen en door naar de volgende ronde. Ik kan me ook voorstellen, dat is ook weer totaal iets anders als hier in Nederland, hè? Ja, zeker. De cultuur en alles. Alleen zaten genoeg jongens uit Europa, dus je kon wel gewoon Nederlands spreken en de voertaal was gewoon Engels. Dus het was ook allemaal gewoon goed geregeld. Vorig seizoen heb je echt een uitstekend seizoen gedraaid. Ik neem aan, dat wil je natuurlijk ook gewoon voortzetten. Ja, zeker. Ik voel me nog steeds goed. Misschien is het wel een voordeel dat ik wat langer door ben gegaan, zodat ik in het ritme blijf. Dus ik voel me eigenlijk hetzelfde als vorig jaar toen we met elkaar stonden. Ja, als we hem dan toch voor de camera hebben, maar eens eventjes over zijn contract. Hè? Want ja, hoe zit dat nou? Is hij nog in gesprek met NEC? Wordt er nog verlengd? Ik heb dit seizoen nog en... dat zit eigenlijk. Dat het zit, hè? Ja, ik weet wel, je zei toen al van, ja, we zijn wel in gesprek met elkaar, met NEC, maar daar zijn jullie niet uitgekomen. Nee, we zijn nog steeds in gesprek, dus we moeten gewoon kijken hoe dat loopt. En jij wacht rustig af en hoopt toch dat die ene grote club uit het buitenland nog een keer komt, hè? Want dat buitenlands avontuur, dat zou je dan wel heel graag willen, hè? Ja, buitenland van Nederland alleen. Op dit moment is er niks en is er niks om over na te denken en ben ik alleen bezig met NEC. Hoe stom dat ook altijd klinkt als ik dat zelf ook zie van andere jongens. Ik ben alleen daarmee bezig. Alleen het is wel zo en nu is het gewoon tijd om lekker fit te worden. En hopelijk begint de competitie snel en kunnen we weer gaan knallen net als vorig seizoen. Twee oefenwedstrijden en twee verschillende keepers, maar nog geen Robin Roefsvissers gezien. Nee, dus de kans is vrij groot dat hij de volgende wedstrijd gaat keepen. Nee, ja, één van de twee moet beginnen. En we hebben Verstijn laten beginnen en Robin keept tegen Hetta aankomende zaterdag. Nou, je kiest er dus wel voor om zijn hele wedstrijd te laten spelen. Ja, weet je, een half is niks. Je wil ook gewoon de samenwerking met de verdediging, de coaching. Dus ze gaan allebei twee wedstrijden keepen en daarna maken we een keuze. En dan gaat NEC komende week op trainingskamp. Ze gaan naar Oostenrijk. Nou ja, vorig jaar gingen we naar Mierlo. Dit is iets verder. Iets verder dan Oostenrijk. Klinkt toch lekker dat, ja. Toch, of niet? Nee, is het ook. Deze kans kwam voorbij en die konden we nemen. Daar ben ik heel blij mee, omdat je dan even ergens anders bent. Even een andere omgeving. Ja, we gaan spelen tegen Hertha BSC, grote club. Ja, dat zijn mooie dingen die we weer mee gaan maken. En dat is wel een goede stap ten opzichte van vorig jaar. Nou zijn de Vierdaagse feesten al begonnen. Dinsdag natuurlijk de Vierdaagse. Vorig jaar hadden ze een groepsuitje. Hè? Gingen ze met het hele team ook de Vierdaagse feesten vieren en naar de Vierdaagse kijken. Zit dat er dit jaar ook nog in? Ja, maandag gaan we Vierdaagse feesten bezoeken. Dus daar kun je ons vinden.
Ja. Veel plezier dan op de vierdaagse. Dankjewel. Ja, dat komt goed. Dat komt goed. Dankjewel. Dankjewel. Goed, er wordt dus nog gefeest. Dus wil je wat spelers tegenkomen of de trainer misschien wel uit zijn dak zien gaan van links naar rechts met snollebolletjes? Dat kan op maandag misschien wel tijdens de vierdaagse feesten als je ze tegenkomt. Goed, dit was de NEC-update voor dit moment. Wij gaan helaas niet mee naar Oostenrijk. Maar ik zou je toch op de hoogte houden rondom dat trainingskamp via mijn social media kanalen. Want we zijn er natuurlijk rondom de vierdaagse de hele week. Maar de NEC-update gaat gewoon ook daarna door. Dus graag tot de volgende.